Ja, een vraag aan drie heren. Even een korte schets. Hele mooie plannen voor deze stad. Is ook een hele mooie stad, kan nog veel mooier worden. Maar dat betekent wel dat er een fatsoenlijk aantal zetels moet binnengehaald worden. En dan komen we op het zakelijke punt aan van deze verkiezing. Namelijk wie gaat de meeste stemmen trekken en wie gaat de meeste zetels pakken. Anders kan je namelijk geen plan uitvoeren. Er zijn hier 25.000 jonge onderwijsvolgenden die woonachtig zijn in deze stad. Er zijn nog eens 40.000 in totaal die onderwijs volgen in deze stad. Dus onderwijs lijkt me een thema waar je ook stemmen op kan pakken. Nou is het zo dat van die, als je kijkt naar de opkomst van de stemmen, van die 25.000 die hier wonen, gaat bijna 80% naar de stembus in maart. Want die denken de eerste keer stemmen, ik ga sowieso, dat is nog mooi. Die gaan nu allemaal blindelings naar D66, omdat die 20 jaar geleden geschreeuwd hebben goed te zijn voor het onderwijs. En dat ze nu het leenstelsel hebben ingevoerd, doet ze helemaal niks, daar gaat nu ook niet over. Maar zakelijk gezien moet je die groep pakken. En ik zou eigenlijk gewoon van alle drie de heren willen weten, één goed punt hoe je deze groep gaat pakken. Want dat helpt je meer dan dit aantal zetels. Hoe gaat u studenten bereiken? Roland, hoe ga je studenten bereiken? Dat gaan we doen door een studentenkandidaat in de top 5 neer te zetten. We hebben afgelopen verkiezingen ook gehad. Toen stond Julius Terpstra in de top. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat je je persoonlijke contacten aanspreekt als student. En daarmee moeten we echt iemand hebben die beeldbepalend is in de studentenwereld. Dus ik denk dat we daar hard aan moeten werken. Is dat lastig? Absoluut. Want wat jij noemt over D66, herken ik ontzettend. Ook in de raad, we hebben 12 zetels van D66. Dus als het daar wat af zou kunnen, nou, dan heb je mij absoluut meegenomen. Patrick. Ik denk dat we dat gewoon moeten doen. Patrick, hoe ga jij studenten werken? Hartstikke goede vraag. Één deel van het antwoord is gegeven. Een studentenkandidaat. Het tweede andere deel is een onderscheidend en goed programma van wat studenten bezighoudt. Als ik met CDJ'ers heb gesproken, en heb ik gedaan, dan hoor ik dat kwaliteit van huisvesting een heel belangrijk punt is. Wij hebben dat ook besproken, Jona. En ik denk dat studenten zeker niet de enige groep zijn waar we ons op zouden kunnen richten. Ik heb bijvoorbeeld met Wilbert Hettinga, daar zit hij, heel actief in de Jozefkerk. Daar kerken elke zondag 300 Polen. RK. Ik denk, die komen nu niet op. En als ze zouden opkomen, zouden ze heel goed op het CDA kunnen stemmen. Waarom gaan we daar niet naartoe? Duidelijk. Joost, hoe ga jij studenten bereiken? Dit is een antwoord. Ja, het is misschien niet jouw antwoord, maar ook dit is een antwoord. Joost. Ja, het is misschien een beetje cliché om te zeggen, maar ik ben ook een groot voorstander van een studentenkandidaat bij de top 5. Ik ben dat zelf een keer geweest. Ik zie hier trouwens nog eentje naast jullie. Het is ook Juri Strijdveen hier, die ooit eens onze studentenkandidaat is geweest. En ik ben het zelf uiteraard geweest, met superveel succes overigens. Ja, daar kun je om lachen. Maar ik haalde van alle CDA'ers op de lijsttrekker en de hoogste vrouw na de meeste stemmen. Dus het werkt wel om een studentenkandidaat hoog op de lijst te zetten. Het tweede argument wat ik daaraan ga doen, nou, kies vooral een oud-bestuurder van een studentengezelligheidsvereniging. Want die weet wat er speelt onder studenten, want daar heeft hij nog steeds hele korte lijnen mee. En ik kan je verklappen, Jona, ik ben zo'n oud-bestuurder van een studentengezelligheidsvereniging. Als derde, en daar refereert Patrick ook al aan, je moet natuurlijk als CDA-leider flink in contact blijven met de studenten. Je moet weten wat er speelt. Dus organiseer eens een studentenborrel. Ga eens een borrel drinken met studenten en vraag het eens. Hebben wij vrijdag gedaan. Was jij bij? Was erg gezellig. En daar komt inderdaad het thema huisvesting. Helder. En blijf eens in contact. Ga als een soort Mozes met die 10 geboden langs die studentenhuizen. Helder. Dank jullie wel. Dank voor het antwoorden op deze vragen. We gaan naar de slotstatements toe. En daarmee komt de campagne echt tot een eind. Want daarna ga ik het microfoon weer overgeven aan de voorzitter. En dan gaan we stemmen op het CDA's met alle gekleurde vellen. Beste CDA-vrienden. Ik heb het de afgelopen 7 weken ontzettend eervol gevonden om voor jullie en met jullie campagne te mogen voeren. Want het CDA is echt de partij van de verenigingen en vrijwilligers. En ik ben eigenlijk stijl achterovergeslagen, want het netwerk dat wij samen hebben is nog eindeloos veel groter dan dat we vermoeden. En ik denk dat we samen in 2018 zo ontzettend veel mensen kunnen bereiken en de verkiezingen zeer goed kunnen winnen. En vanavond gaat het dus naar u, want de stem gaat nu naar u, nog maar om één ding. Wie weet dan al die stemmen ook om te zetten naar tastbare resultaten, naar succesvol en herkenbaar CDA-beleid? Wie heeft de ervaring om samen te werken in een college, tussen college en fractie, in een fractie, met het bestuur, met de leden en in verbinding te blijven met de rest van de stad? Ik heb laten zien als fractieleider dat ik dat kan en daarom ben ik uw kandidaat. Stem Patrick Meijer. Dankjewel Patrick. Er mag geklapt worden voor alle kandidaten. Joost Blee. Beste CDA-leden, we hebben het vanavond gehad over de inhoud.
En eigenlijk blijft één vraag onbeantwoord. En dat is de vraag, wie is degene die in maart 2018 de meeste stemmen gaat binnenhalen voor het CDA-leiden? Wie is degene die de leden, de klassieke achterban van het CDA weet te bereiken? Wie is degene die die nieuwe Leidse zwevende kiezer weet te bereiken om op te stemmen? Ik ben die Leijenaar. Ik ben die Leidse lijsttrekker. Ik ben hier geboren, ik ben hier getogen, ik ging hier naar school, ik studeerde hier. Ik was hier voorzitter van de grootste studentengezelligheidsvereniging. Ik was hier centrummanager, ik ben columnist, vlogger en Den Tonkelaar redenaar tijdens Leidens Ontzet. En ik ben er ook van overtuigd dat ik degene ben die ook die nieuwe Leijenaar weet te overtuigen om op het CDA te stemmen. En als ik zo'n beetje vooruit kijk, dan jeuken mijn handen als het gaat om die campagne. Want ik heb er enorm veel zin in om samen met een actief campagneteam en samen met u als ambassadeur van het CDA, vlak u zelf niet uit, om deur aan deur langs die Leijenaar te gaan om te vertellen dat het CDA een toegevoegde waarde heeft in deze stad. Om ze te enthousiasmeren, om ze te betrekken en om ze vooral te bewegen om op het CDA te stemmen. En vanzelfsprekend mag u daarbij verwachten dat u een enthousiaste en inspirerende lijsttrekker heeft. Een Leidse lijsttrekker. Wie weet wat er speelt onder de Leijenaren. Dat ben ik. Ik wil graag die inspirerende, enthousiaste lijsttrekker zijn die onze partij tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen gaat leiden naar zetelwinst. Dat we er toe doen in onze stad. Beste leden, zet mij maar op die zeepkist. Zet mij maar op dat podium. Laat mij maar meedoen aan die debatten. Zet mij maar op die poster. Ik heb er enorm veel zin in, want ik wil graag een lijsttrekker zijn voor u, voor jou en voor Leiden. Leidse CDA'ers, jullie kiezen niet alleen een lijsttrekker, maar jullie kiezen ook een politiek leider. En ik ben iemand die met zijn voeten in de modder staat. Ik heb bij de recherche gewerkt, ik werk bij de politie. Ik weet hoe het is om mensen tegenover me te hebben die het ontzettend moeilijk hebben. Die de hemel doorheen zitten. Die geen kant meer op kunnen. Ik denk dat dat het soort CDA is waar we in Leiden naartoe moeten gaan. Een CDA die voor de zwakkeren staat. Een schild voor de zwakkeren. Ik denk dat we een CDA moeten zijn die niet zegt dat armoedebestrijding een onderhandelingspunt is. Nee, dat is iets wat we intrinsiek moeten doen. Ik denk dat u een politiek leider moet kiezen die een verbinder is. Niet alleen in de stad, ik heb dat laten zien bij de busstation. Niet alleen in de raad, ik heb dat laten zien bij Veilig Thuis. Motie ingediend, breed gesteund. Ik heb dat op meerdere vlakken laten zien en ik wil dat nu ook graag in onze partij laten zien. Ik ben ontzettend trots op het CDA Leiden. Ik ben ontzettend blij en ik vind het eervol dat ik aan deze historische lijsttrekkersverkiezing heb mee mogen doen. Dit is iets wat in heel Nederland nog niet eerder is gebeurd, alleen provinciaal. Dus ik denk ook dat we met elkaar, met Patrick, met Joost, dat we trots op mogen zijn wat we hier gedaan hebben. En ik zou het helemaal geweldig vinden als ik uw lijsttrekker mag worden, als ik uw politiek leider mag worden. Dankjewel. Heel groot applaus, de drie kandidaten, Roelof Storm, Patrick Meijer en Joost Blee. En dan kijk ik naar de voorzitter. Geef ik hem weer terug aan jou. Dank, Kamran, dat je deze avond zo aan het debat zo mooi hebt weten te leiden. Dank ook aan de lijsttrekkers. Nu is het moment daar gekomen. We hebben een campagne gehad. Het woord is nu aan de leden. Het woord is nu aan jullie. Jullie gaan beslissen wie de nieuwe lijsttrekker wordt. En heel kort, dat gaan we als volgt doen. We gaan een eerste ronde doen. Als een van de kandidaten dan de absolute meerderheid heeft, dat betekent de meerderheid plus één stem, dan hebben we al meteen een winnaar. Hebben alle kandidaten nog geen absolute meerderheid, dan volgt de tweede ronde. Dan valt de kandidaat met de minste stemmen af. Dat doen we meteen daarna. Maar we doen een eerste ronde en daarvoor gebruiken we natuurlijk het gekleurde papiertje. Dat is in dit geval het papiertje wat bovenop zit. Het gele stemformulier. Ja. Wie is het geworden? Hier kan ik even doen. Halen bij de gemeente Leiden. Wie is het geworden, meneer Blaai? Ja, die keer hij. Ja.
Oh, hij blijft hangen, shit. Overnieuw. Ik denk dat Patrick Meijer gaat worden. Iedereen gestemd, want dan gaan we... Heeft iedereen gestemd? Ja. Nog een kamer.